Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Hier is onze sporting. Vandaag is een special day, hè? Ja. Ja, en ik weet nog maar 3 of 4 dagen dat deze dag gaat gebeuren. Maar het staat iets heel spannend op de planning. Ik ben namelijk aan het wachten tot er 2 mensen mij komen oppikken, want ik heb een wedstrijd eigenlijk, een soort van wedstrijdje van BMW gewonnen. BMW Daab is een BMW-verdeler uit Sint-Truiden en Tongeren en die hadden een wedstrijdje georganiseerd waarmee ik met een M2 Competition, de nieuwste M2, mag gaan meerijden met ja, wat momenteel wel mijn favoriete auto is. En ik mocht ermee gaan meerijden en er komen 2 mensen mee oppikken, namelijk Fabrizio en Pommelien, die jullie waarschijnlijk kennen van Temptation Island. Temptation! Of van vele andere dingen tegenwoordig op tv. Yeah. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ken ze nog niet persoonlijk. Ik ben heel benieuwd hoe dat ze zijn. Ik ben heel benieuwd naar de auto. En ik denk dat ze elk moment kunnen hier zijn. Dan komen ze mee oppikken. Wat staat er op de planning? Ja, rijden met de M2 natuurlijk. En we gaan vandaag naar Duitsland, want in Duitsland zit AC Schnitzer. AC Schnitzer is niet Schnitzel. Keine Essene, nicht Essene. Nein. Nein. Okay. AC Schnitzer is een maakt auto-onderdelen. Zo om je auto uit te bouwen en zo. En dus werkt heel veel samen met BMW. Dus ik ben benieuwd wat we daar precies gaan bekijken. Ik weet niet wat het gaat zijn. En ik mag niet mee. Nee, er is maar 1 plaats meer in de M2. Ja. Sorry. Ja. En ik draag vandaag mijn splinternieuwe blouse van Petrol Cartel. Zelf laten maken en ik ben er best wel trots op. De school. Dat is wel mooi. Gewoon een zwarte hoodie en ik heb het logo erop laten drukken. Waar is de hoodie? Hoodie is van H&M. Ja, dat is wel een mooie. Ja, die kwaliteit is goed en ik hang wel vol met kattenharen. Ja, ik zal wel eens vallen, want. Gewoon maar eens, ja. Keep rolling, 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 rolling. Doet dat goed? Een persoonlijke rolster. Thanks. Thalisa, aka de rollercoaster. Rollercoaster, ja. Oké, okay, spannend, ze zijn er. Even kijken waar ze zijn. Dag! Goedemorgen. Hier is de auto's en mijn passagiers. Ah nee, mijn vervoerders. Yo. Dat ziet er niet slecht uit, hè? Van achter zit een beetje diep hier. Ja. Nu moet ik volgen. Mooi. We zitten in de nieuwe M2 Competition en aan het stuur. Pommelinza. Ik had dat niet verwacht. Ik dacht dat. Plancher, plancher. Dat die aan de stuur ging zitten, maar niks ook niet. Durf je dat overlaten aan Pommelien, ja? Doe die plat. Doe die plat, doe die plat. We are arrived. Ik ga die gewoon neerzetten. Oké, okay, we zijn nu aangekomen bij BMW Daavo in Tongeren. Met deze M2, dikke, dikke bak. Maar er zou hier een verrassing nog klaar zijn voor mij. Dus nu ben ik heel benieuwd. En daarna gaan we naar AC Schnitzer in Duitsland. Ik heb inderdaad een cadeautje gekregen, een dikke verrassing, want het is een cadeau van AC Schnitzer zelf. En het zijn pedalen. Damn. Damn. Vet, hè? Kan ik op mijn voetpedaal zetten van mijn huidige auto, dus dat komt er eigenlijk op te staan van AC Schnitzer zelf. Super cadeau. Aangekomen in Duitsland met de politie. Dat is een mooi aan de kant, ik heb een dikke gast. AC Schnitzer Family Edition. Mollo. Dit is een auto, jongens. M5ke. Wat een beest. Wat een monster, ja. Volledig M5 afgewerkt door AC Schnitzer hier buiten mijn M5 Competition staan. Niet slecht, niet slecht. Wat denk je? Geen spijt van je 850.
Nee, je dat ziet staan. Heel erg niet, man. Nee? Ik weet hoe mijn 58 eruit zit met snutsen. Je hoopt op een goede toekomst, gij. Dat is gek, joh. Ja, als die schnitzer welkom is. Dat kan niet iedereen zeggen. Oh, nee, ik ben hier zelf nog nooit boven geweest. Yeah, that's the history of AC Snitzel. Yes, that's nice. Our history, let's say. So you see that we are now 30 years in business. It's the longest time in business for BMW tuners worldwide. Echt hoeveel zit die van? Allereerste vuilk van AC Snitzel. Dat was our first wheel. Ik wou echt een ook altijd mijn E30. Ja jongens, het topmoment van de dag. We gaan met deze M5 Competition rijden. Dit is de big boss hier van AC Schnitzer hemzelf. Ik voorin! Echt waar? Af. Madonna. OMG. Fuck out. Okay, we zijn nu aan het rijden in de M5 competition. This is the guy from AC Schnitzer. We're giving you some information about it. Hello, my name is Marco. Nice to welcome you on board. Yeah. On the brand new M5 competition done by AC Schnitzer. Now this car is still in the development area of the performance upgrade, We now have a bit more than 700 horsepower and 850 newton meters. So that means from 0 to 100, it's below than 3 seconds. Below 3 seconds? Below 3 seconds. Oh my god. From 0 to 200, it's below than 10 seconds. And that's for a 2 tons business limousine. It's quite amazing to drive. Yeah, of course. Yeah. Of course, today we have bad weather, so yeah, it's we won't go rainy too fast. And wet. So. Rainy, slippery. Just to show the customers and people on Instagram, which are watching, a bit about the possibilities and options. A lot of possibilities. Yeah. Net fijn naar huis mogen rijden met deze M2 Competition en is er lekker smerig op geworden. Want damn, rijdt die goed. En ik ben terug thuis. Lange dag, maar een super dag, echt waar. Ik moet zeggen, het was een van de dagen waar ik wel naar had uitgekeken. Sowieso, alleen zo'n kans krijg je zelden. Dus ik vind het wel super dat ik die kans heb kunnen krijgen. Dus een heel, heel dikke merci aan BMW Davo, die me deze kans heeft gegeven, die me heeft uitgenodigd. En die me een geweldig cadeau heeft gegeven, dat was echt een enorme verrassing. Dat had ik nooit verwacht. Ik had uitgekeken naar de dag op zich. Ik wist dat we naar Duitsland gingen, naar AC Schnitzer. Maar dat cadeau van AC Schnitzer zelf, dat heb ik echt nooit verwacht. Dus dank jullie wel. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Rijden met de M2 Competition, rijden met de M5 Competition. Dat was gestoord voor mij, dus ik hoop dat jullie het ook tof vonden. En dan zie ik jullie heel graag terug. Morgen!